call me a god. Herb expert. Herb expert. Herb expert. Herb expert. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij een verlaten bar. En wat was het nou? Verlaten dancing bar. Dat is wat we doen in de clubbar. De koper is allemaal eruit gestolen. Je hebt hier nog op de knop. Gaan we de stroom dus even tegen? Nou, ik blijf eraf. Even wachten. Nou, dat duurt niet. Stuur dan. En dan allemaal gangen nog. Huh? Daar nog allemaal gangen. Huh? Wat zit hier dan? Hier komen stromen, kabels, pijpen en leidingen. Verder niks. Er zit in de tent. Nog een trappetje. Kun je nog over? Wat is deze? Zo gek. They call me a god. Herb expert. Herb expert. Herb expert. Herb expert. Dit is wel echt een hele oude locatie volgens mij. Ja, zeker. Maar we zijn hier dus in het in de disco bal café. En ja, het is wel een zieke locatie om te checken. Oké. En wat de fuck is dat? Koffiezetten. Lekker man. Ik wist het. Ik ben erbij. Ik kom er nog nooit in de buik. Het is wel maar afgefikt daar, hè? Ja. Dat is niet stevig hoor. Hier liggen sowieso zwerries, bro. Daar lag ook al een teentje. Er liggen sowieso zwerries hier ook. Mooi, man. We zijn aangekomen in een nieuwe locatie. Zoals jullie kunnen zien, gouden asbak. Gaf goud. Hier is hier één zooitje. Laten we hopen dat we hier geen verf tegenkomen. Dat zullen we wel drie zijn. Deze is van jongen. En kijk, een kist. Fortnite, bro. Open de kist. Fantastisch. Dit is mijn echte. Dit is helemaal stuk gewoon hier. We gaan. Ja, dat is mooi hoor. Jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij het volgende gebouw. We zijn met de Urbex Bird. We gaan lekker Urbex. En we zijn hier met de Urbex Belg. Hier nog een of andere gel ijs of zo. Oké, als het hier iemand is, moet je het even melden. Hallo. Hallo. En het ook, ik ben beneden nu vrouw. Morgen, man. Hallo. Hallo. Ik kom gewoon met kleedjes en troep. Holy shit. Nee, die ben ik binnen. Gadver. Bellenbang is losgelaten, joh. Oh. Muggen? Ik heb veel muggen. Misschien ligt daar wel een dode. Ik zit hier aan de kamer achter. Ik heb nog geen mug gezien, maar Het zit helemaal vol een papagaai hier, hè? Moet je hoeken. Kijk, een ei. Ik ben niet te blij met je ei. Nou mensen, zoals jullie kunnen zien hebben we dus een nieuw huis gekocht met de boys. En we gaan dit allemaal renoveren om er één mansion van te maken. En er één grote kamer van maken. Urbex Burgs Mansion. Urbex Burgs. En beneden ziet er makkelijker uit hoor. Nee hoor, dit is gewoon een beetje bang, want het is losgelaten joh. Oh ja, je hebt gelijk. Je is echt wel gek als jij niemand kan. Hallo! Ik heb je geroepen hè. We hebben hier gewaarschuwd. Deze, er zit allemaal gaten in de grond.
Ja? Ja, man. Daar en daar. Er ligt nog helemaal niks. Het is helemaal leeg. Het is gewoon helemaal stuk. Zoals je kunt zien. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier vandaag een bouw aangekomen. Als het goed is. Er staat daar ook gewoon nog een wasmachine. En daar woont ook een kruis. Oh ja. En die ziet er ook heel vet uit. Hier vloekt men niet. We gaan hier niet schilderen. Pik. Het loopt nog helemaal door, joh. Kijk dan, er staat hier ook een jacuzzi, bro. Moet je kijken, daar ligt er van alles. Dat is echt zo koud. We hebben een puzzelschilderij gevonden. Uit de jaren 40 van Flappy en Wappy. Nee, ga je even, moet je kijken, er zit gewoon een schip op. Ja. Hm? PlayStation kaart, 50 euro. Zijn we geblest? Hier staat de waterflesje. En nee, peper, zout en zo. Gewoon geschimmeld. Met wat? Met de kook en de kruiders. Oh, het voet is op de handen een beetje spaard. Oh, god. Wat is dat? Oh, wat is dat? Oh, wat is dat? Hier is gewoon nog een hele woonkamer, pik. Kijken gaat. Deze is wel ziek, hoor. Ja. Nog een box. Ja. Hier is een matrasje. Kijk, dit waren de foto's van die mensen. Kijk die foto's. Ja. Nu ook allemaal fotoboeken. Kijk dan. Hoezo laten ze dit dan erachter, hè? Kijk. Zijn hier andere choppy flappies geweest? Mijn moeder. Dus dan zullen we de flappies traden. Oké, ik ken hem nog aan doorlopen. Zo. Deze grote flappies. Die zit hier door kijken. En die zo. Dat is een grote zitje. Kijk dan, flappies. Ze hebben die hele kast eruit gemapt. Wat zeg je, maatje? Ze hebben hier die hele kast eruit gemapt. Wat doen ze dat dan, hè? Ik denk dat er hier een geheim... Gat zat. Ja. Met spruis. Met 10 koppen. Hey, kijk, een boek. Oh, allemaal boeken. Ja, die gaan... Deze moet je niet aanzetten. Hoezo? Dit is een... SVR. Voertuiggang. Rijkswaterpersoneel. Zal je wel een... Dat boek, dat moet je niet aanzetten, zeg ik toch. Dus ik heb nou deze kant. Ja, man. Wat is dat? Zit niks, hoor. Kluis. Echt? Zo. Je hebt
Ja, dat was geen proef. Kijk, wel even een gebitje. En verdoer. Wat is dit dan? Wel naar beneden. Wat staat er? Zit? Sit down. Je hebt zo'n martelstoel. Ga erop zitten. Hoe? Ga er maar niet op zitten. Er zit een of andere geestvloek in. Oké, naar boven. Pak hem nu brak, hè. Naar boven. Oké, dit is ook leuk. Oh, cool. Is daar een kamer tegen? Wat ik het derde. Well, Mr. Cracky. Who? Mr. Cracky. Mr. Cracky. Kom verder. Doet hij het? Dit is een fucking oude man. Ik ben heel tof niet meer te schrikken. Je weet toch dat ik hier zit. Zit daar nou? Hè? Ja, ligt het allemaal tussen de echte vlakjes. Misschien ligt er wel een zwerry. Hè? Hallo? Hallo. Dit is echt een zwerry. Wow, zo! Wat is er? Een mega zwembad, Pink. Gewoon een zwembad die je hebt bij... Juist. Die kluis, jongen, die is groot. Een grote, grote kelder. Kijk al die wijn. Zijn het allemaal leeg? Ik weet het niet. Moet ik eens kijken? Ja. Allemaal leeg? Ja, hier daarachter dan. Oh, nog meer bier. Hier ook. Kijk, het staat helemaal vol, Pik. Dit waren zware alcoholisten, joh. Ja? Moet je kijken. Jezus! We hebben een drankopslag gevonden, dames en heren. In een verlaten drankfabriek. Ja. Het is ook echt heel groot. We moeten de uitweg ook nog gaan zoeken, maar dat is een ziekteband. Even kijken, zwembad. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Urbex Birds. We gaan het gebouw in en we gaan sick shit mee maken. Is die deur dicht? Oh, die hele deur staat scheef, gek. Het hele huis staat scheef. Ik kan even jullie even kijken. Nee, die trap, ik zou het niet doen, hoor. Kijk verder. Ja. Ik vraag niet hoe, maar ik weet niet wat er voor rapper. Hé, hey, kijk, een oude gitaar! Een oude gitaar? Zo. Zo, dit. Het is echt een ziek gebouw om te bekijken. Het is heel oud. Het is wel helemaal naar de knop. Het hele huis staat ook scheef. Moet je maar eens even daarheen kijken. Dit heeft. Dit is echt niet normaal. Scheef. Dit gebouw loopt, het loopt ook helemaal. Niet lekker. Even kijken of er nog iets voor jullie te kijken valt. En we gaan het checken. Ik zie jullie zo. We hebben vandaag weer zieke gebouwen gecheckt. Strijders, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video van Urbex Birds. Ga even kijken op de webshop urbexbirds.shop. We hebben allemaal locaties net als deze te koop. En mooie kleding, et cetera.
Ga even een likeje omhoog gooien. Abonneer, het is een leuke video. Later, hè.